Dit is vlog 7 alweer. Beleef Bemmel. Henk en Frans komen langs. Henk, ik zou het bijna niet verwachten, maar waar gaan we naartoe? Ja, vandaag gaan we naar Rinus Opdam van Opdam Financieel Advies. En dat eerste dienstverlener. En het lijkt me ook ontzettend leuk om eens te horen wat ze daar allemaal afspeelt. Goed idee, Henk. Tot snel. Meneer Opdam, een goede middag. Goedemiddag. Wat fijn dat we hier mogen zijn. Nou, welkom. Hoe verder? Ja, goed idee. We gaan even terug. Mag ik Rinus zeggen, meneer Opdam? Uiteraard. Ik ben Rinus. Nou, Rinus, dankjewel. Ja, kun je iets over jezelf vertellen? Nou, ik ben Rinus, 59 jaar, geboren en getogen in Gent. 16 jaar in Rotterdam gewoond, maar sinds 1998 ben ik weer woonzaam in Gent. Nou, wat leuk. Ja. Wat leuk. Je hebt hier een hele mooie stekker, Rinus. Ik zag op de deur staan financieel advies, maar volgens mij doe jij veel meer dan financieel adviseren. Dat klopt. Wij zijn ook zelfstandig adviseur van de Regiobank. Oké. Okay. En daarin zijn we natuurlijk met allerlei bankzaken bezig. Voor nu geldt eigenlijk dat we midden in de kinderspaarweken zitten. En eigenlijk de presentjes voor de kinderen klaarleggen op het moment dat ze geld gaan storten. Wat mooi. En de kinderen kunnen hier ook zelf kennis maken met het sparen van geld. Precies. Vanuit jouw financieel adviseurschap, Rinus, zul jij denk ik best wel veel te maken hebben met mensen die een huis willen kopen of die willen oversluiten. Ja. Kun je iets over vertellen? Ja, we zijn onafhankelijk hypotheekadviseur. Onafhankelijk, niet gebonden aan de regiobank? Nee. Okay. We zijn, nou, eigenlijk alleen als het om betaalrekeningen of spaarrekeningen gaat, dan hebben we een commitment met de regiobank. Het is ook een product waar we volledig achter staan en dat ook prettig vinden om te promoten. Ja. Maar als het gaat om hypotheken, verzekeringen, financieringen, dan zijn we onafhankelijk en die kijken we altijd. Stel het belang van de klant voor. Nou, ja. Mooi om te horen. Hoe lang zit je al in Bemmel hier? Want dit ziet er allemaal vrij spik en spannend uit. Ja. Nou, met de bank zetten we hier officieel per 1 mei 2021. Oké. Okay. Ik ben hier al gestart vanuit zeg maar, de dienstverlening met hypotheken en financieringen in november 2019. In Bemmel gebeurt veel positief op dit moment. Heb jij nog tips voor de ondernemers in Bemmel? Om Bemmel nog gezelliger te maken, nog klantvriendelijker te maken? Ja, ik vind dat zeg maar, de saamhorigheid van ook ondernemers heel belangrijk. Ik zie dat overal terug, ook vroeger in mijn sporten. Een soort teamwork wat je samen opbouwt als bedrijven, onderling met elkaar, om het aantrekkelijk voor de mensen te maken. En op die manier die mensen naar je bedrijf te laten kunnen. Het is mooi dat je dat zegt, want we waren laatst ook bij Elle Buiting en die noemde dat ook al als een mooie speerpunt om je meerwaarde te laten blijken. En Rinus, er zit natuurlijk ook een persoon achter de ondernemer. Ja. Waar word jij blij van? Waar word je warm van? Waar word ik warm van? Ja, veel leuke dingen. Ik hou van uitgaan, vakanties houden, lekker eten. Oké. Okay. Heel belangrijk. Mooi. En ik vind het altijd prettig om me bezig te houden met sport. Mooi, Rinus. Ja. We hebben snel heel veel informatie van jou gezien. Ik denk dat de kijkers van de vlog dat ook waarderen. We gaan naar een andere ondernemer. En Rinus, aan wie draag jij het stokje weer over? Ja, leuk. Ik zou in dit geval Babs van de Kaarshop adviseren. Nou, wat een leuk idee. We gaan het beleven. Op naar de volgende vlog.